Everything is awesome. Everything is cool when we're part of a team. Everything is awesome. Hey, hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van Magical Ride. Ja, meer dan een jaar geleden, of ongeveer een jaar geleden, waren we hier, of ja, waren we in Legoland in Denemarken. En nu is het voor ons tijd om Legoland in Duitsland, in Günzburg, te ontdekken. Wordt keileuk en we beginnen onze dag in een miniland. Dan gaan we weer heel veel leuke gebouwtjes zien. En in die trein, daar gaan we straks ook nog in. Dit hier is het grootste Lego voetbalstadion ter wereld. Het is echt gevuld met miljoenen minifigures. Een heel veld van binnen. Gewoon ongelooflijk. Je kan zelfs je auto parkeren daar in de parkeergarage. Het is dus een replica van 4209 manuren heeft dat geduurd. Amai zeg. Hoho. Cool. Het is dus de Allianz Im Arena of Allianz Arena. Ja. En hier hebben we Nederland. De tulpen van Amsterdam. En het openbaar vervoer van Amsterdam. Dit is Luzern. Over die brug hebben wij gelopen. Ja. In het echt. En we gaan nu richting een gebouw dat we ook in het echt bezocht hebben. En wat hier ook eigenlijk niet zo heel ver vandaan is. Want hier in Legoland staat niet alleen dit kasteel, maar ook het kasteel. Dat kasteel. Het kasteel. Het kasteel. Het is niet kasteel, het ziet er hier wel iets anders uit. Ja. Jullie weten natuurlijk, kasteel Neuschwanstein. En dat ligt hier eigenlijk niet zo ver vandaan, maar we gaan er niet naartoe. Maar op deze manier kan ik het toch een beetje zien. We gaan even op de knop drukken. En dan gaan ze nog eens de dans doen, zijn normaal gezien. Hopelijk. Ja, daar gaan ze. Even kijken. En zo zien we de zaal ook van binnen. Terwijl dat ze een dans zijn. Kijk, mooi.
De koets komt af. De koets komt af. En zo'n koets is Walt Disney dus ook naar boven gereden om het kasteel te bezoeken. En de gouden koets van koning Ludwig, die staat er ook. Trouwens, koning Ludwig, die was hier ook te zien tijdens de opening van dit gedeelte van Legoland. Van kasteel Neuschwanstein. Kei mooi. En dat gebouw daar, dat staat officieel in Venetië, maar je kan het ook in Europa Park zien. Kei leuk. Kijk daar, een mini-fonteintje, dat vind ik ook kei leuk. Aan de Ristorante. Kijk eens naar die reuze Albert Einstein hier. En hij is een beetje eng, want zijn ogen die bewegen en die kijken jou na. Echt een beetje eng. Zie, ze kijken ons gewoon na. En ook hier in Denemarken is Legoland Atlantis by Sea Life. En net zoals in Legoland Denemarken zitten we hier nu in een onderzeeër die ons gaat brengen naar de magische wereld van Atlantis dankzij Sea Life. En daar hebben we Nemo. En ook Dory zit hierin. Het voelt een beetje alsof we terug de tijd ingegaan. Want ja, dit is eigenlijk bijna hetzelfde als in Denemarken. Heel veel dingen zijn anders, maar dit is eigenlijk zo goed als hetzelfde. En dat is wel kei leuk. Ja, dit zijn precies spoken, maar het zijn kwallen. Zo zie je een kwal eigenlijk nooit. Heel bijzonder. Kijk eens hoe mooi die pijls daar dragen. Het zijn precies de vlinders van de zee. En dit leggen Malke wel eruit. Een beetje anders is dit gezonken schip. En we komen terecht in een tunnel. Waar we eigenlijk tussen de vissen lopen. Haaien, pijlstartroggen. Super magisch en mooi. En hier in dit aquarium zien we de zeepaardjes. Kei mooi om te zien die zeepaardjes. Kijk, deze vis is heel het aquarium aan het openmaken. Kijk eens hoe mooi Lego Ninjago is. Of is het nu eigenlijk Lego Ninjago? Ik denk dat Lego Ninjago is. Als jullie denken het is Lego Ninjago, zet dan bijvoorbeeld 1 in jullie comment. En als jullie denken het is Lego Ninjago, zet dan 2 in jullie comment. Ik ben benieuwd naar wat jullie denken. Wij gaan eens even kijken of we hier ook een beetje webslingers mooi gaan doen. Want dat lijkt er een klein beetje op webslingers. Heerlijk.
Helaas is er een technische storing, dus dat zal even moeten wachten. Maar ik vind die wel kei leuk. En ik hoop dat we ook heel snel nog characters tegenkomen. En deze attractie doe ik dus niet. Je kan gewoon rechtdoor gaan, maar je kan ook helemaal slow gaan. Zoals jullie zien kan je dus zelf beslissen of je ons te boven of niet ons te boven gaat. Maar wie mijn vlog vorig jaar gezien heeft, die weet dat ik daar nogal eens problemen mee heb bij zo'n dingen. En ook wel eens ons te boven gaat terwijl ik dat niet wil. Dus die doen we niet. En ondertussen is de Lego Ninjago of Ninjago open. Sophia. Webslingers! Ik heb ook zo'n net zo. Ziet ons daar eens? Precies, de shockies. Ja, eigenlijk wel. We zijn aangekomen in het piratengedeelte van Legoland. Hier heb je een schommelschip en je hebt ook een splash battle. En daar is ook nog een piratenbandje. We wachten tot er een bordje onderaf komt. Wat een water hier. Ja. Daar zijn ze. Nummer 11. De flamingo's zijn rustig aan het wachten terwijl de bootjes hier voorbij komen. En hier wachten een olifant en een gier op ons. Zo, we zijn aangekomen bij een attractie die ik ook heel graag deed in Legoland Denemarken. Dit is een tempel-expeditie. Dat is keileuk gewoon, echt gewoon keileuk. Haha. Het is weer wat hoor. We waren hier gisteren ook al, ik zal het eerlijk stellen, maar wij waren vergeten om de SD-kaart in de camera te steken, dus hebben we niks gefilmd gisteren, op een paar dingen na met de GSM. Maar we hebben dus alle attracties gedaan die we wouden doen. Nu in één keer zeggen ze ons, je hebt een bandje nodig om attracties te doen. We weten van niks, dat bandje moet je helemaal de ingang moet gaan halen. Ondertussen hebben we al attracties gedaan. Niks gevraagd. Er is één persoon die vraagt een bandje en we weten van niks. Super goed geregeld hier. En super jammer dat er mensen zijn die het eigenlijk heel moeilijk kunnen maken voor anderen. En we zien hier ook de Boombaloon uit Circus Boomba van Plopsaland. Maar dan in een faro-thema. En hier bij deze reuze leeuw is het Flying Theater van Legoland. Ik ben even in de war. Want ik dacht dat dat hier een Flying Theater was, maar we hebben hier een windcoaster. Waar is die Flying Theater dan? Raar. En we komen aan in de kasteelzone van Legoland. En hier kan je dus ook goud zoeken. Net zoals in de cowboyzone van Legoland. Oh, ik zie characters.
Ik zie characters. Oh, hier kan je dus op de foto gaan met een lege blokje. Kei leuk. Dat was geluk, hè, we. Want ja, je weet hier nooit bij characters. Gisteren hadden we ook nog dit character. En dit character. En dit character. En dit character. En dan hebben we weer een nieuw character. En nu gaan we goud zoeken. Goud zoeken! Wij worden rijk! En dan kunnen we misschien deze Spider-Man poppen winnen met het goud dat we gevonden hebben. Het zou leuk zijn. Hier zit het dus vol met goud. En het water komt hier uitgevaren. Het is voor mij hoeveel goud. Jimmy. Kijk, dit goud hebben we al gevonden. Superleuke zomershow en de lege mannetjes hierboven zijn alvast aan het oefenen voor de show. Heel bijzonder is dat je de cast eigenlijk net voor de show ziet opwarmen. Dus je kan wel een beetje volgen hoe zij hun voorbereidingen doen voor de show. En dit is eigenlijk iets dat bij zo goed als iedere show gebeurt, van een musical tot een circus show, tot welke show dan ook. Eigenlijk bijna bij iedere show wordt er opgewarmd, worden er oefeningen gedaan, zodat ze helemaal klaar zijn voor de show. Meestal zie je dat niet, maar in dit geval zie je het wel.
Zo, dat was de Lego Zomershow hier in Legoland Duitsland. En jullie hebben het goed gezien. De Masked Singer, de tovenaar uit de Masked Singer, die zat er ook gewoon in. Nou ja, hij leek er toch op alleszins. En over de Masked Singer gesproken. Toen ik hier 2 dagen geleden aankwam, toen gingen we gelijk naar de Lego winkel. En daar hoorde ik dit. Hoi, hier, daar. Ja, dat is toch wel heel tof, zo K3 muziek of 4-draai muziek in Legoland. Ik dacht even, we zijn hier in Holiday Park terechtgekomen. Maar nee, het was Legoland. Dus ja, keileuk. Hier staan ook een paar koppen. Het zijn voetballers. Ik ken niks van voetbal. Dus dit is Paul. En dit is Marske. En dit is Amadeo. En wie hebben we hier? Dit is Xavier. Dit is meneer Bomen natuurlijk. Dit is Bieke. Ja. Ik heb geen idee. Een reserve. Ook geen idee. Ronaldinho. Ja, Ronald. Ja, pas op. Pas op. Dit is Diego Maradona. Maradona, die ken ik wel. Ja, pas op. De kampioen is een hart veranderd. Je kunt de bandjes maar op 1 plek halen. En dat is dan de inkom. Nu waren we daar terug, dus zijn we ze gaan halen. In het geval van dat ze het nog eens vragen, want ze vragen hier eigenlijk feitelijk niks. Het was maar 1 persoon die dat deed. En ja, je vond het wel vervelend dat er niet meer duidelijkheid was. En dat vind ik ook heel vervelend. Eigenlijk zou ze beter aan de inkom zeggen van, hey, dat is een rolstoel. Misschien moeten we hem vertellen dat hij een bandje nodig heeft. Dat zou veel fijner zijn dan dat je na een paar attracties in één keer de slag in je gezicht krijgt van je moet een bandje hebben, anders mag je niks. Dus het is niet echt heel fijn gedaan. Maar goed, het is opgelost nu. En ik hoop... Ja, er zijn ook 2 ingangen. Wij zijn hotelgasten. Dus wij krijgen een andere ingang. Krijg je ook niet zomaar een bandje. Er zijn er geen, dus ze zeggen van niks. Dus je moet al speciaal tot hier gaan, ook al als hotelgast. Dat is niet goed gedaan. Maar ik heb nu gezegd van, denk daar een keer aan. Allee, goed. Misschien, ik denk dat ze misschien wel eens aan zullen denken. Dat is wel alles. Ja, we hebben ons best gedaan. En meer kunnen we niet doen. We hebben geluk. We hoorden tijdens het wachtelgebandje dat er een show ging beginnen. En we zijn eigenlijk door kunnen komen hier. En de goochelshow gaat zo dadelijk beginnen. Maar ik heb al een foto met de goochelaar. Hoe cool is dat? De foto is hier. En nu gaan we genieten van de magie. Wat is dat? Wat? Wieso denn der Fell? Is er nur einer? Ein Löffel, 2 Löffel. Wobei Kobolde niet zo gerne arbeiten, wenn jeder direkt zukommt, braucht man als Abdeckung ein Tuch. En der Teelöffel? L? Kommt in das Tüch hinein, so, erwärm. Und jetzt geh mal in das Tüch erwärmen und mach deine Arbeit. Erwärm? Erwärm? Der ist gar nicht da. Erwärm? Ganz ruhig. Nicht bewegen. Der macht nichts. Der will nur spielen. Ha! Oh, ich hab dich. Und wie siehst du denn wieder aus? Ab und zu musst du dich kennen. Sag mal, kann ich erst trinken? Kannst du ihn sehen? So, aha, du hast also auch schon mal geschwindelt, also hätte ich nicht gedacht. Aber jetzt mach doch mal mit, mach keine Dummheiten, geh mal schön in das Tüch hinein. Könnt ihr das Tüch sehen? Ja! Aber jetzt mach mal. Nein! Und jetzt ganz vorsichtig, mit spitzen Fingern. Und man kann sehen, Erwin hat den Löffel komplett verbogen. Das ist stabile Metall, ich finde. Ja!
Zo, dat was de magie-show van de professor Rabalu, als ik het juist heb. Ik vond het leuk, het was Kids Magic. Maar ik vond het geweldig hoe dat mensen gewoon reageren op de magie. Dat blijft top, dat blijft gewoon top. Er is hier trouwens ook nog een mini boomstammetjes attractie met dinosaurussen. Keileuk. En wij gaan terug richting het land der Faro's. En nu ben ik eens benieuwd hoe het hier gaat gaan. Zo, en daar zijn we. Terug uit de attractie. Met goede punten. Net zoals in Denemarken was ons papa veel beter in deze attractie. Nu, we hadden dezelfde attractiemedewerker die blijkbaar ook teamleider was. En ze snapte niet hoe het kwam dat haar collega's mij nooit hadden gevraagd om een polsbandje. Ik heb er ook gezegd van dat ik het idee heb dat sommige mensen hier gewoon staan om te staan. En daar moesten mij gelijk in geven. En dat is heel jammer. Dan vind ik dat je toch misschien als park de moeite moet doen om iedereen beter op te leiden en juist informatie te geven, zodat je eigenlijk geen problemen krijgt, want zo krijg je problemen. We will rock you. Voilà. We komen hier binnen Imaginationland en dat is eigenlijk wel een cool landje, want hier komen allemaal sets bij elkaar. We hebben ook hier die hele coole giraffen. En we hebben hier ook Duplo Village, dat een beetje lijkt op een reuze Duplo set. Kei leuk die paardjes. Echte Lego paarden. Dat vind ik kei leuk. We gaan weer terug in de tijd. Want vorig jaar waren we in Denemarken ook op bezoek bij deze attractie. De draak, zeg maar. Een geliefde Plopsa-attractie. Maar of ik hem in Legoland ga mogen doen, dat weet ik niet. Er is wel een speciale minderblieden injek. Maar ik zie gelijk een trap staan, dus... Ik twijfel. De rolstoelingang kwam uit aan nog een andere trap dan ik gezien had. En ook een soort backstage. Er was heel weinig duidelijkheid nog. Dus ik had geen idee waar ik nog naartoe moest. Heel moeilijk. Hier is ook nog een heel leuke berenrit. Het is echt super leuk, die berenrit midden. In het Knoelwaldpark konden we de dassen niet goed zien, maar ja, nu kunnen we ze echt heel goed zien. En wat super tof is, hier hangen van die vlaggen met leeuwen op en met draken op. En ik had vroeger een Lego set waar die vlagjes ook in zaten, in mini. Dat is toch wel de magie van Legoland, dat je sommige sets hier in het groot tekent. En hier is ook nog een sprekende bever. Hij zwijgt. Jammer. Maar wat juist is te zeggen. En hier is dat verschrikkelijk ding dat ik in Denemarken ook gezien heb. Gaan we niet meer in? Gaan we niet meer in? Dat gaat niet over kopje. Dit is leuker. Dat niet. Nee. En daar is de Legofabriek. Oh, kei leuk. Finden wir es raus!
Alles beginnt mit Plastikgranulat, der DNA jedes Lego-Steins. Das Granulat gelangt durch diese Röhren in die Lego-Fabrik. Und jetzt wählen Sie eine von mehr als 50 Farben für den Stein. Es gibt hellblau, mediumblau, nicht zu verwechseln mit Medium Azur, hellgrün, dunkelgrün, sandgrün, olivgrün, hellgelbgrün, weiß. Ihr versteht schon. Das Granulat wird erhitzt auf 230 bis 310 Grad Celsius und geschmolzen. Etwa so. Sieht aus wie Zahnpasta, oder? Das geschmolzene Plastik wird dann hinuntergedrückt in diese Kammer und mit der Kraft von 10.000 Elefanten in diese Form gepresst, die sich mit dem flüssigen Plastik füllt. Lego-Steine entstehen 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Hier bringen Roboter die geformten Steine zur nächsten Produktionsphase. So, wir sind jetzt nu in der Lego-Fabrik. Hier worden dus Lego-Blokjes gemaakt. Een verkeerspark of een kartingbaan, ik weet het eigenlijk niet. Een verkeerspark, gelukkig. Want zo'n kartingbaan, dat kan nog wel gevaarlijk zijn. Maar een verkeerspark, dat is allemaal goed. En het lijkt erop dat de kindjes eerst een beetje uitleg krijgen van wat mag en wat niet mag. Dat er zeker geen ongevallen gebeuren. En hier zijn ook nog leuke minibootjes. En vliegertjes. En een vreselijke vliegertjesattractie. En als je zelf een minifiguurtje van je eigen wilt hebben, moet je hier zijn. Je kan je gewoon een minifiguur van je eigen maken. Er is ook een mini Lego house, waar je eigenlijk de geschiedenis van Lego kan bekijken. Die is wel niet origineel, dit is een replica in Lego. Dat is dan weer wel origineel, denk ik. Zie, daar zien we dus dat eentje. Dat is het echte, dat was een hout. En dit is, ja, dat is een Lego. En ik zie in één keer iets. Lego had ook Volkswagen Samba. Hoe cool is dat? Ik wist dat niet.
bij die set heb ik ook superveel gespeeld. En natuurlijk bij Duplo. En ik denk dat mijn papa daar wel bij gespeeld heeft. De Legoland Brandweer. Hier zien we de Legofabriek, net waar we toen nog. En zo ziet het in Denemarken eruit. En hier dus zo'n een Lego fabriek machine in het klein, in Lego. En hier hebben we al wat nieuwere Lego. Het fort. SpongeBob en Lego. En Spider-Man. Kijk. En Star Wars. En hier is gewoon het huis van de Simpsons. Met Homer, Bart, Ned Flanders, Lisa, Marge en waar is Maggie? Maggie is er niet. Ah, Maggie zit daar. En dan hebben we nog Toy Story en Indiana Jones die nu pas een nieuwe film kreeg. Hier kan je als je wil iets zelf bouwen en dat op de wereldbol zetten. Ik heb daar gisteren een draaimolen opgezet, want iedereen was een achtbaan aan het bouwen en ik zei, ik ga een draaimolen bouwen. Mega mini jetskis. En hier is een grote dinosaurus met een hamburger. Die hamburger wil ik hebben. En ik had net nog heel even geluk, want ik kwam nog een character tegen. En de foto zie je hier. Zo, we zijn net nog even gaan kijken naar de zomershow van Legoland. En we hadden geluk, want op het einde van de show was er een meet and greet met de volledige cast. En ik heb een foto met hun allemaal. Dus kei leuk en kei lief dat ze de tijd genomen hebben daarvoor. En ik ben ook blij dat ik de kunstenares met zand persoonlijk heb kunnen bedanken. Want wat zij deed, vind ik fantastisch. Vind ik echt fantastisch mooi. Dat eigenlijk, ja, ze staat dus tegenover mensen die met vuur dingen doen, met mensen die over kop vliegen. Ze staat er eigenlijk tegenover de grootste acrobaten en zij doet iets heel klein met zand. Dat is zo mooi. En daar wou ik toch even bedankt voor zeggen. Zo, dit was onze dag hier in Legoland Duitsland. Ja, het was anders dan in Denemarken. Het was niet altijd heel positief, moet ik zeggen. Jammer genoeg. Maar goed, we hebben het gedaan. En ik ben blij dat ik veel Lego-mannetjes ontmoet heb. Ik heb net nog Lego-mannetjes, extra Lego-mannetjes ontmoet. Dat is superleuk, de foto zie je hier. Goed, hopelijk vonden jullie het een leuke video. Als het steek, dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je het nog niet gedaan hebt. En graag tot de volgende keer. Dag!